Goedemorgen allemaal, welkom bij het tweede deel van deze vlog. Het is vandaag woensdag en ik heb vanmorgen de morningroutine opgenomen en gisteravond de avondroutine. Zoals je in de vlog van gisteren hebt kunnen zien, heb ik verteld dat ik door wilde gaan. Uiteindelijk in beeld laten komen van joh, ik deel het toch in twee, is het makkelijkste. Dus dat betekent 4 uploads achter elkaar. Zaterdag, zondag, maandag en vandaag dinsdag dus. Het is dus voor mij vandaag woensdag, een week terug voor jullie. Mijn morning routine, zoals jullie afgelopen zondag kunnen zien, ben ik dus helemaal klaar. En ik heb lekker geen make-up op vandaag. Maar ik ga wel echt mijn dag beginnen nu. Ik ga even de papegaai naar beneden halen, dat moet nog gebeuren. En ik ga zo meteen toch eventjes ontbijten. Ik heb nu wel een beetje trek, dus dat gaan we maar eventjes doen. Goed, ik heb 2 hoesjes besteld van mijn opa en oma en die zijn nu net binnen. Dus die ga ik even langs brengen. Ik trek even mijn colbertje aan. Dit draag ik de laatste tijd voor buiten. Ik draag niet meer een jas of zo. En dan komt er als het goed is straks ook nog een pakketje van de DHL. Dat zijn een kettingje van Ash. En ik heb voor mezelf wat oorbelletjes besteld en ook een kettingje. Maar als het goed is komt het kettingje in 2 verschillende leveringen. En die komt gelijk, dus dat is top. Goed jongens, het is serieus heerlijk weer. Ik snap niet waarom ik mijn jasje heb aangedaan. Het is echt lekker weer. Ik zie er trouwens ook niet echt uit zo. Maar goed, wat maakt het mij uit. In ieder geval even het rugtasje op naar mijn opa en oma. Hoesjes afgooien. Kunnen ze die gebruiken. En dan ga ik zo weer terug naar huis. Want wat ik zeg, ik verwacht dus nog een pakketje van de Lucardi. Dus daar zit op wachten. Goed, ik ga jullie iets lager zetten. Zo. Ik heb alles bij mijn opa en oma gebracht wat ik moest brengen. Dan gaan we die er even uit. Ik ga dit even in de was zetten. Gewassen. En ik ben op zich lekker beneden aan het chillen. Ik heb het even middag gegeten. Dat heb ik nog niet gedaan. Het is al 3 uur geweest. Of het is nu precies 3 uur. Dus ik heb net even gegeten. Ik begin hier allemaal pukkeltjes te krijgen, jongens. Dat is nu leuk. Nu ook. Dat is jammer. Ik wacht nog steeds. Mijn hoesje is wel binnen. Een zwart effe hoesje. Maar ik wacht nog steeds op de bestelling van DHL voor de Lucardi sieraden. Ik hoop dat ze vandaag allebei binnenkomen. Ik heb er maar van 1 bericht gehad nog, dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze komen. Als het nog een half uurtje, dan moeten ze hier zijn. Dat is de uiterlijke datum, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb gisteren mijn haar weer een beetje rood geverfd en dat is wel redelijk gelukt. Ik gebruik tegenwoordig rood shampoo. 1 keer in de week was ik mijn haar met rood shampoo. Zodat mijn haar een beetje rood blijft. En tot nu toe gaat dat best goed eigenlijk. Jee, moet ik me super blij, want ze zijn er. Ik ga ze jullie lekker laten zien. Ik ga ze er even bij pakken. We hadden eerst deze in. Dit zijn gewoon gouden knopjes. En dit hangertje, hier staat lakkie op. Sommige heb ik dubbel besteld. Ik ga het jullie allemaal even laten zien. Even kijken, dit zijn de oorbellen die ik in had. Dus die doe ik heel even in dat zakje. Zodat ik ze niet kwijtraak. Oh, de haas al bijna. Goed, ik heb dus deze besteld. Waar is die andere? Die zat los in het zakje. Oh, hier. Deze krijg ik dus heel lastig in. Ik wou deze in doen. Dan ik het zo nog even ga proberen. Dit is gewoon een oorbelletje met... Juist, dit is gewoon een oorbelletje met van die ringetjes. Deze wilde ik eigenlijk in gaan doen.
Maar ik kreeg ze dus heel erg lastig in. Dit is het setje trouwens met de knopjes die ik in heb. Dus ik ga dat zo meteen nog eens een keer proberen. Dan heb ik hetzelfde setje nog een keer besteld. Precies hetzelfde, omdat ik deze wel heel erg fijn vind en het past op zich overal bij. Dus dat is wel heel fijn. Dan heb ik degene die ik nu dus in heb met Lucky erop, deze, die hangers. Die heb ik ook nog een keer besteld, twee keer. Dat was aanbieding allemaal, dus dat is heel leuk. Dan heb ik deze nog besteld. Deze sterretjes. Die vond ik wel heel leuk. Ik wil niet echt allemaal focussen. Oh ja, nu wel. Deze sterretjes, goud. En deze. En deze vind ik heel erg leuk. Ik ga deze even uithalen. Deze waren super duur. Echt, ik schrok echt wel heel erg stiekem van de prijs. Ik dacht van, wow, dat is wel heel erg duur. Dit zijn gouden ringetjes. Ik heb er twee. Zit hier nog één in het zakje. En deze heeft dus allemaal steentjes. Dus dat vind ik wel super tof. Deze was wel even een stuk duurder dan dat de rest was. Maar ook super, super blij mee. Dus wat ik nu ga doen is, ik ga deze even proberen in te doen. En die van Lucky er even uit te doen. Voor morgen is dat ook wel makkelijker, denk ik. Want dan heb ik iets minder grote oorbellen aan. Maar ik vind deze dus eigenlijk best wel moeilijk in te doen. Maar het kan aan mij liggen hoor. Ik weet het niet, maar ze blijven dus zeg maar helemaal dicht. Dat is wel een dingetje. Ik weet niet of je dit ook open kan. Nee, ik kan het redelijk open buigen. Maar ja, het is niet de bedoeling dat je die hele dingen open buigt. Ah, hij zit. Dat ging nog makkelijker dan gedacht. Hij gaat dus niet dicht. Dat is even een dingetje. Krijg je dit zelf dichter, joh? Ik kan ook helemaal niet zien wat ik doe. Helemaal niet zien of ik hem dicht heb of niet. Nee, nog niet. Dat is wel echt een dingetje, jongens. Hoe ga je dit dicht krijgen? Zit hij nou of niet? Nee, deze zit al. Toppie. Hop. Wil ik hem alleen een beetje dicht buigen, zodat hij niet uit zijn eigen makkelijk open gaat. Kijk! Oh, die vind ik wel super cute. Die zijn ook helemaal niet zo heel erg groot. Die zijn wel echt leuk. Ik hoop alleen dat ik ze morgenochtend nog steeds in heb. Want ik ben dus echt 's nachts in woelwater. Dus het zou me heel stiekem niks verbazen als ik ze morgenochtend serieus gewoon kwijt ben. Ik ga die andere ook gewoon even indoen op camera. Nou, die ging wel wat makkelijker in. En volgens mij zit deze al. Ja. Zoek gewoon even een klein handigheidje in krijgen. Waar zit dat, joh? Jongens, ze zitten al gewoon. Zit deze nou ook goed dan? Ja, die zit ook. Superleuk. Nou ja, die zitten dus ook. Ik had er dus verwacht dat ik er veel langer over zou doen. Maar ze zitten. Ik ga het allemaal in het zakje doen.
terug. Ja, super blij mee. Ze zijn ook echt allemaal super leuk, stuk voor stuk. Ze waren helemaal niet zo heel erg duur. Maar ze zijn echt super leuk. Als setje zijn ze ook gewoon heel erg leuk. Ik heb trouwens mijn tas al ingepakt voor morgen, want ik moest morgen dus werken. En ik dacht, ja, dat gaat me niet lukken met zo'n hele kleine tas. Dus ik dacht, ik neem mijn blauwe tas morgen mee. Waarschijnlijk heb ik dat vanavond nog een keer omgewisseld, want ik wissel nogal vaak met tassen, jongens. Zoals jullie onderhand wel gedacht hebben. Ik ga wel even tv kijken ook, want ja, ik weet niet. Ik heb wel zin om even tv te gaan kijken. Ik wilde trouwens eerst deze tas meenemen. Dit is mijn merktas. En misschien ligt het ook nog doel open, denk ik. Gewoon werkkamp. Met alles aan het gooien. Dat was niet de bedoeling. Kunnen we deze tas wel meenemen ook, bedenk ik nu ineens. Dat is misschien wel leuk. En dan kan ik die ook weer gewoon eens gebruiken, want die is niet zo groot. Ja, ik neem deze wel mee. Ik ga even dat eruit halen. En hierin doen. Ik blijf bezig. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag en ik ben al een behoorlijk tijdje wakker. Ik werd rond een uur of kwart over vier wakker om te plassen. En daarna natuurlijk gewoon niet meer kunnen slapen. Dus het is een beetje een soort hazenslaapje geweest. Maar ik ben om kwart over vijf uit mijn bed gegaan. Omdat ik toen dacht, nee, ik blijf niet, echt niet meer liggen. Dat heeft geen zin. Dus het is nu 6 uur, precies als het goed is. Het is nu precies 6 uur. Dus ik ben al helemaal klaar. Ik stond om kwart over vijf al in de badkamer. Ik heb groene oogschaduw op vandaag. Ik dacht, dat is weer eens even wat anders. Ik heb een zwart shirtje aan. Mijn eigen blauw bewerkte, gebleekte broek. En mijn witte Nike's. Maar ik ga koffie zetten. En dan heeft mijn pa vandaag een onderzoek. Dus ik weet niet of hij nou wel of geen koffie mocht. Dus ik ga gewoon een koffie zetten. En geen potje koffie zetten. Omdat ik niet weet of hij het mag. En als het wel mag, dan kan hij alsnog zetten. We zien het wel. Goed, en daar zit ik dan. Het is morgens vroeg. Dat is echt vroeg. Zo vroeg ben ik echt nog nooit wakker geworden. Maar goed. Tenminste, daarom is de plassen dan weer terug te gaan. Maar nu was ik echt gewoon klaar wakker. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval is het hoe het is. Ik heb in ieder geval lekker gewassen vanmorgen. Alles lekker gedaan. Dus dat is fijn. Ik hoorde mijn vader er net al hoesten. Dus ik vraag me af of hij nog slaapt of niet. Maar goed, ik laat hem nog wel heel even liggen. Ik heb overal meldingen. Instagram, Snapchat, TikTok. Ik ga even spieken hoor, want ik voel het me wel echt af wat het allemaal is. Is mijn geluid zacht. Ja, dat kan ook. Mijn vriendinnetje Amber die had nog een feestje om 12:30 s'nachts. Maar goed, dat wel. Dat kan ook. Instagram. Nee, alleen mensen hebben mijn foto geliked. TikTok. Dan heb ik alles weer gehad, jongens. Oh, nee, ook niks. Ik vind het op zich niet erg om zo vroeg op te zijn. Ik vind het heerlijk om vroeg op te zijn. Maar het is wel wat ik denk. Waarom nou kwart over vier al? Maar ik durf dan altijd op mijn klok te kijken. Het is voor mij vaak als ik 's nachts wakker word, of ik denk dat ik 's nachts wakker word, dan kijk ik niet op mijn klok, omdat ik weet als ik op mijn klok kijk, dan ga ik denken hoe laat het is en hoe lang ik nog zal ongeveer kunnen slapen. En dat houdt mij dan wakker, dus ik heb niet gekeken vanmorgen. Maar toch bleef ik wakker, dat ik dacht, oh, jammer. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval ben ik lekker wakker. 8:06. Ik weet nu niet wie me maar gaat brengen, mijn pa of mama. Er werd wel gezegd dat ze me zouden brengen, dus
weet het niet. Ik hoop het. Ik weet in ieder geval dat als er om 6:30 nog iemand beneden is, dat ik zelf moet gaan. Eerst nog een lekker kopje koffie. En rustig wakker worden. Goed, ik ga nog niet weg. Maar ik heb nog even wat drinken nodig. Naar onze schuur. Zo, die staat al heel vol, deze schuur. Dat had ik niet verwacht. Zo. Oeh, mooi. Ja. Kleine flesjes drinken, die hebben we dus niet. Nou, dan neem ik een flesje water mee. Dat is ook drinken. Het is puur voor als ik onderweg naar huis ga om 12 uur. Want ik moet... daar heb ik gewoon koffie. Ik heb trouwens als jasje mijn blazer aan vandaag. En dat zit lekker, jongens. Dat zit echt heel erg lekker. Maar goed, we gaan nu wel naar het werk. Goed, ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb mijn nieuwe schoenen aan. Ik heb deze schoenen opgehaald net. Het zijn Fila's, stoffen. Lopen super lekker. Die heb ik lekker aangedaan. Maar mijn vader moest vandaag naar het ziekenhuis voor een slaaponderzoek. Tenminste, hij werd dan compleet onder narcose gebracht. En dan gingen ze naarmate met een iets. Met zo'n cameraatje gingen ze in zijn keel. Om te kijken of wat er gebeurt. Want mijn vader snurkt heel erg. En is heel erg benauwd van al die dingen. Dus ze willen kijken waar dat... vandaar komt. Dus vandaar dat ze dat zo hebben gedaan. Hij heeft een roesje gekregen waardoor hij even ging slapen. En hij is net weer wakker. Dus je hebt een appje dat hij heerlijk geslapen heeft. Dus dat is helemaal top. Ik heb trek. Maar ik denk dat ik even noedels ga maken ofzo. Daar heb ik toch wel trek. En ik heb die beef ook nog. Maar ik heb ook nog kip. Ik denk dat ik die beef even ga opmaken. Want die vind ik niet zo heel erg lekker. Dus dan ben ik daar vanaf. Maar ja, ik ga trouwens gelijk even de vader opzoeken. Ik heb trouwens mijn t-shirt uitgedaan, want ik heb het super warm. Echt heel erg warm. Dus ik dacht, ik ga lekker een broekje aandoen. En ik ga zo meteen ook even lekker een chillbroek aandoen. Dan mijn spijkerbroek. Ik moest zo lachen aan de bewoner. Die zag mijn broek. Hoe kan dat nou? Ze zegt, hoe kan je dat nou zo gemaakt hebben? Dus ik legde dat zo uit, dat je dan knoopjes maakt. En dan doe je de breedte overheen. En dan wordt het op een gegeven moment dit. Dus, maar dat snapte ze maar niet. Ze zegt, ja, ze zegt, ik vind het toch wel leuk. Ze zegt, maar dat heb je toch niet met een nieuwe broek gedaan, hè? Ik zeg, nee, ik zeg, dat heb ik gewoon met een oude broek gedaan. Dit was ook gewoon een oude broek, dit was geen splinternieuwe broek. En het was van de Primark, dus ook niet zo heel erg duur. Dus daar moest ik wel lachen. Die had maar op een aanmerking over mijn broek. Ze vond het wel raar, maar ze vond het wel leuk. Zo grappig. Maar ik weet dus niet of mijn moeder nog steeds bij mijn opa en oma zit. Of dat ze nu naar mijn vader toe is. Ik heb geen idee. Ik ga mijn opa en oma zo eens even bellen. En ik even wat drinken. Ik heb heel veel dorst. En ik ga lekker voor een glasje cola. Of staat er nog bier? Huh? Zijn die, oh, die biertjes staan erachter. Oh, dan neem ik lekker. Nee, ik ga voor cola. Ik wilde eerst raden nemen, maar ik ga toch voor cola. Ik ben heel benieuwd als mijn pa zo meteen thuis komt hoe het... Hoe het is geweest, ik ben heel benieuwd. Waar is mijn glas nu weer? Nou, dan weten we. Ik ben echt heel benieuwd hoe het is geweest. Ik ga het allemaal meemaken. Goed, inmiddels is mijn vader weer thuis. Alles is goed gegaan. Dus dat is mooi in de uitslag. Ja, ik weet niet echt wanneer die krijgt eigenlijk. Geen idee. Ik ga nu even in mijn bed liggen. Ik ben heel moe. Ik heb heel veel hoofdpijn. Dus ik ga even rustig liggen. En misschien heel even een powernap. Goed jongens, ik ga heel even douchen. Dat moet wel even gebeuren. Tenminste, ik vind het wel even lekker s'avonds even douchen tegenwoordig. Heel even. Lekker stomen. Dus dat gaan we nu doen. Goed jongens, ik ben inmiddels klaar met douchen. Ik heb relaxation muziek aangezet. Want ik heb net eventjes heerlijk 20 minuten masker op gehad. Deze weggooien. Ik heb dus heerlijk 20 minuten lang een heerlijk masker op gehad. Heerlijk genoten, gerelaxed. En het is nu 9:30, als het goed is bijna. Ik ga nu lekker slapen. Ik heb natuurlijk vanmiddag al geslapen. Dus
Dus ik ga wel even een relaxen, ontspanningsspreetje. Zo. Dat was heel scheef. Komt bijna niks uit. Volgens mij zijn zo heel veel spreetjes niet de bedoeling, maar het komt volgens mij minder uit dan de bedoeling was. Maar goed, ik ga slapen jongens. Ik ga mijn watjas uitdoen en lekker tukken. Ik heb mijn kleding klaar gehangen vanmorgen. Doe morgen dit shirtje aan. Een topje. En een zwarte broek. Sokken klaarleggen. Zal ik die andere sokjes eens aandoen? Die roze, die halve. Dat is ook wel leuk. En dan morgen deze schoentjes aan. Helemaal leuk. Top, ik ga lekker slapen. Goedemorgen allemaal. Oeh, mijn stem viel weg. Oh, wow. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben wakker, aangekleed en al. En het is nog ineens 6 uur. Ik ben half 5 opgegaan. Eigenlijk ben ik weer om 5 uur wakker. Maar uiteindelijk dacht ik, ja weet je, het blijft toch nog heel even licht op half 6. Want toch niet meer lekker pas. Dus dat heb ik gedaan. En ik ben nu dus gaan wassen, aankleden. En ik ben nu wakker. Ik ga even koffie zetten. Ik zat te denken om te gaan ontbijten vandaag. Want ik ontbijt eigenlijk nooit. Maar ik heb gewoon geen trek. Dus ik wil gaan ontbijten elke avond. Maar ja, wat ik zeg. Ik heb geen trek. Morgens vroeg. Zo ook nu niet. Dus ik denk dat ik dat gewoon lekker laat. Ik ga wel even iets van een koekje of zo meenemen. Kijken of het iets lekkers in huis is. Anders weet ik het ook niet. Dus ja. Wat kan ik nou meenemen? Moeder heeft ook tegen de donuts gehad. Maar ik vind het dan niet zo tof om die mee te nemen. Ik heb hier nog wel water nodig. Dat zou ik ook wel kunnen nemen. Even klein snijden bakje meenemen. Hey. Goed, jongens, ik zit in de metro en het is super warm. Ik had naar mijn vest even aangedaan, maar dat is niet leuk. Het is echt serieus nu al super warm buiten. Het is net 12 uur geweest. Maar goed, ik heb even een paar boodschappen gehad. Ik heb het lekkers gehad bij de koffie. Vanavond mijn vader, mijn moeder, mij en mijn opa en oma heb ik ook wat gehaald. Dat heb ik zo meteen even langs. En ik had nog iets wat ik wil. Oh ja, en ik heb lunch gehaald. Ik heb lekker broodjes meegenomen. Dus voor vanmiddag was het zo lekker. Ik ben benieuwd. Dan heb ik even eten zo meteen. Ik heb nog niks gegeten, nog lekker water doen. Dus ik moet zeggen, ik heb wel heel erg veel trek. Dus dat gaan we zo maar even doen. Ik had het dus goed. Oeh, de spekken die weer. Ga dicht. Maar de telefoon ligt hier. Volgens mij is mijn opa's telefoon wel bij. Ik heb net binnen thuis trouwens geweest. Ik heb me gelijk even omgekleed, even mijn jumpsuit aangedaan. Maar mijn oma heeft gisteren dus voor mij een self-tanning lotion gekocht. En nog een. En deze bluetooth oortjes. En dat ik denk, zo lief. Maar ze zegt, ja, ze zegt, die krijg je gewoon van mij. Dat ik denk van, oh, ze zijn hier. Kut. Oh, shit. De deur op slot draaien. Ik heb dus lunch voor mijn opa en oma meegenomen. Dat weten ze niet. En hopelijk hebben ze ook nog niet gegeten. Dus ik ben benieuwd. Ze komen net aanrijden. Ik ben net op tijd hier. Ik ga ze in ieder geval een lekkere lunch geven.
Nou ja. Hebben jullie al geluncht? Nee. Ik heb lunch bij jullie gekocht. Nee, waar? Ja. Kom net binnen. Goed, allereerst heb ik voor de miljoenste keer mijn bed teruggedraaid. Ik vond het toch lekker om zijwaarts te liggen, maar ik vind het toch ook heerlijk om gewoon zo mijn bed in en uit te kunnen. Dus daar ben ik blij mee. Mijn haar, jongens. Ik was het rode alweer zat. Ik vond het er niet uitzien. Dus ik ben mijn haar nu bruin aan het verven. En hoop dat het allemaal goed pakt. Ik laat het er langer in zitten dan dat het moet, zodat het in kan trekken. En ik heb net zojuist een zelfbruinende lotion op mijn huid gesmeerd. En ik hoop dat ik daar weer iets bruiner word. Het is gewoon een soort body lotion, maar die een soort zelfbruinende kleur heeft. Dus ik ben benieuwd hoe dat wordt. Het zal een paar keer smeren worden voor ik effect zie, maar wel top. Dus ik ga dit even in laten trekken. En dan ga ik het zo meteen uitspoelen. Goed jongens, inmiddels is mijn haar geverfd. En het is donkerbruin in plaats van rood. Ik ben er wel blij mee, want dat rode was echt wel even iets te fel voor het goede. Dus dat ga ik in ieder geval nooit meer doen. Het is nu donkerbruin. En dat vind ik veel mooier. In ieder geval, ik heb mijn kleding klaargelegd voor morgen. Morgen is het zaterdag, jongens. Dus morgen weer een nieuwe weekendvlog. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Tweede deel natuurlijk. Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie zaterdag bij de weekendvlog. Doeg!